In ieder geval, deze shoutout gaat over Dinant. Hij heeft ook een YouTube kanaal, linkje staat in de beschrijving. Hij uploadt Overwatch. Zijn kanaal heet Overwatch Gameplay HD. Postile Football. Hallo jongens en meisjes, super tof jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Daan en ik ben hier samen met Jens. Hallo dames en heren. Ja, hallo. En wij gaan Survival beginnen, dus aflevering 1. Ja, ik probeer zo vaak met YouTubers te doen. Of YouTubers, ik bedoel vrienden en zo. En YouTubers. Dus ja, laten we kijken wat er in de chest zit. Oké, niks pakken. Wat wil jij graag doen? Ik wil minen. Oké, dan pak jij de stickjes. En de houweel. Ja, dan pak ik al eten. Dan pak ik even alle hout. Ja, als jij gaat bouwen dan. Dan ga ik bouwen. Net zoals in onze, ja, zeg maar, waar wij thuis deden, bij mij. Ja. Wacht, okay. Geef die fakkels aan mij. Sloop dan. Ja, doe ik ook. En chest als ze spullen te vol zetten. Oké, waar zullen we ons huisje gaan bouwen? Ik denk hier gewoon. Ik denk dat het misschien wel leuk is. Nee, ik denk dat het misschien wel leuk is als we zo'n waterhuis maken. Dat we hier zo'n platformpje maken en daar een huisje op bouwen. Maar als eerste kunnen we hier wel op dit eilandje een huisje bouwen. Zodat. Ja, dan gaat het wel sneller. Ja. En dan zijn we een beetje veilig voor monsters en zo. Maar en dan ga ik hier ook even kijken. Waar kan ik even? Ik ga daar. Ja, oké. Hier ga ik de mijn maken. Ja, laat ik het hier even vlak maken. Ja, jongens en meisjes, het is vakantie. Zijn jullie nog op vakantie geweest? Zo ja, laat een reactie achter. En Jens, waar ben jij op vakantie geweest? Texel! Dan moet je zeg maar met de veerboot. Ja. Moet je naar het eiland toe. Ja. En die veerboot, die deed het niet. Echt niet? Nee, dus we hebben daar super lang moeten wachten. Dat is. Maar ik ga volgende week vrijdag. Dat wordt eigenlijk gewoon het leukste van de vakantie. Want waar ga je heen? Oh ja, je gaat naar Efteling. Dan ga ik met Job van de Akker, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Voor de sommigen die hem kennen. Dan ga ik mee naar de Efteling. Ja. En ik ga nog naar Egmond. Of zo. Met de camper. Ik weet niet waar dat ligt. Maar jongens, meisjes, ik ga helaas niet op vakantie. Want ja, we gaan gewoon deze keer niet op vakantie. En volgende week zondag, is maandag, ben ik echt jarig. Yay. Gefeliciteerd. Alvast bedankt. Dus ja. Hé, ik zie jou daar. Zal ik even helpen, want ik heb toch geen fakkels meer. Ik heb hier nog één fakkel. Oh. Gun die maar, dan kan ik nog een stukje hakken. Misschien vind ik iron of zo. Mm-hmm. Heb je steen? Ja, 29. Oh, dat is ook genoeg. Ja, ja. Daan, wat ga jij verder in de vakantie nog doen? Ik, hè? Ja. Mijn verjaardag vieren, logeren, met mijn neefje afspreken. Nog naar een pretpark of zo? Oh ja, woensdag. Dus morgen. Ga ik naar, hoe heet dat, Madame Tussaud. In Amsterdam? Ja. Nice, daar ben ik ook een keer geweest. Dat is grappig. Weet ik. Zou Enzo Knol er al staan? Nee, die is pas in, volgens mij in oktober pas. Zo. Daan. Ja. Ik stop hier in de kist even.
Een paar blokjes, oké? Okay? Ja. Ja, jongens, meisjes, ik ben de laatste laag aan het hakken. En dan kunnen we het huis bouwen. Het begint al een beetje donker te worden. Je ziet daar ook de maan. Of is dat de zon? Ah, geen idee. Ja, jongens en meisjes. Sorry dat ik niet heel vaak upload, maar ja, ik ben heel vaak buiten om leuke dingen te doen. Grap, jongens en meisjes. Soms, oh wow. Oké, bedankt. Ja. Even, ik heb steen nodig. Van dat glas kunnen we trouwens, wacht, hier maak ik ook ogen van. Kunnen we van dat glas kunnen we ramen maken. Zo, ik heb al 20 hout. Dus kunnen we zo meteen al beginnen met het bouwen. Is dat nou de zon die opkomt of ondergaat? Ik weet het echt niet. Ja. Hier. Oh, dankjewel. Oh ja, wacht. En hier. Oh, sorry. Waar sta je bij? Hier. Nee, ik was zand aan het hakken. Ja, heb ik al gepakt. Ja, is het. Dankjewel. Hey, lief. We maken een mooi strandhuis. Is goed. Ik ga een mooi strandhuisje maken. Tenminste, hopelijk, als dat mij lukt. Nou, met jou bouwen, dat gaat wel lukken, want jij kan super goed bouwen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat klopt, want dan is gewoon een hele boerderij bij onze wereld gemaakt. Dat was echt niet normaal. Dat was echt super groot en mooi. Nou, dan kom ik aan met mijn druk slap. Daar zien jullie nu even een video van. Oké, jongens, meisjes. Wat ik net zei over die boerderij. Wij staan hier nu op een platform. Ja, wij laten nu even zien waar het is. Hier is het ziekenhuis. Ja, hier zo is het ziekenhuis wat jullie hier zien. Super groot. Daar gaat je. Daar staat jouw boerderie. Hier staat even wachten, ik laat even naar binnen zien. Even binnen kijken, jongens, meisjes. Kijk, hier is helemaal leeg. Kijk, jongens, meisjes, deze boerderij heb ik gemaakt. Laat even van de voorkant zien. Nou, zo ziet het eruit van de bovenkant. Zo. En van de zijkanten ziet het er zo uit. Nee. De andere zijde is zo in de achterkant. Is zo. Laten we even van binnen zien. Maar de binnenkant is het mooiste. Ja, dat vind ik ook. Kijk, dit hier. Een schapen. Een koe die is ontsnapt. Een varkenshok. Koeienshok. Huh? Kippenkok. En een speciaal paardenhok. En dan heb je hier boven hooi. Heb ik dat gezegd? Oh. Beetje zo leeg. Ik had niet eens door dat ik dat gezegd. En ja, Jensen villa is dit zo. Super, ja, daarachter zijn we nog iets bezig. Dit zo is Jensen villa. Super groot. Ik vind van de voorkant heel modern. Ja, ik laat even snel een toertje zien. Nou, dit is gewoon van de voorkant, hè. Ramen heb je hier leeg, kan je op zitten. Kijk, zitten. La 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 la. Dan gaan we even snel naar boven. Ja. Hier heb je heel ordinair, of geen idee hoe je dat noemt. Nu was het nog leeg, Jens heeft alleen gebouwd en zo ziet het er een beetje uit. En dan hier ook een dakterrasje of wat het ook is. Het is een bouwplek, dus waar van de bouwers en een mijnveld, laat even zien. Dus waar de trein door... Mijnveld? Mijnveld? Mijnveld, ik bedoel waar daar je... in de oorlog. Met de mijn kan. Kijk, hier een is mijn. Zo. Geen mijnveld. Kijk, hier is de opslag van de bouwvakkers, een bouwbedrijf. En dan kan je hier doen ze minen. Ik kan het even snel laten zien hier. Mooie pilaren, ik vind het helemaal geweldig. Laat maar even snel andere dingen zien. De mediamarkt, daar zijn we mee bezig.
Dat klopt, we Dat zijn zeg bezig ik, met de hè? mediamarkt. Nou, dit was onze. We wouden eigenlijk een survival beginnen, maar toen dachten we, ah, laten we toch een creative doen. Dus dit was ons survival huisje. Heel groot. Oh, wacht, daar zit een drugslab in. Oh ja, laten we ook even zien. We waren bijna vergeten. Nou, je denkt, oh, laten we even naar beneden gaan. La 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 la. Dan zie je een paar chesten. Nee, maar dan ga je hier. Hé, wat is hier toch voor raarheid? Nou, dan ga. Wacht, we laten eerst iets anders. Denk je, oh, we gaan zoeken de ingang. Oh, we hebben het gevonden. We gaan hierdoor. Ik maak het even, even lichter voor jullie. Oh, wat licht. En dan denken ze, oh, hier een trap. Of een trap. Oh, hier kunnen we toch. En dan probeert het uit te komen, dan lukt het niet. En dan zitten ze vast. En dan, ja, dat komt nog. Maar dan worden ze hierdoor zo beschoten. Kijk, hier ben ik ook mee bezig met redstone. Worden ze ook beschoten. En dan zijn ze straks dood. Maar laat even het truckslab zien. Ja, Daan, nou kan ik er niet meer uit, hè? Even wachten dan. Echt wel, zo. Dank je. Ho. Hoppa. Dus alleen geschikt voor ouderen. Kijk, dit is heel mooi gebied. Hier, nou, Jens, je hebt het gemaakt, dus vertel wat dit allemaal is. Nou, dit is hennep. Help, Dit ja. is ecstasy. Ik zie. En dus cocaïne. En dat zie je Co ook co hierin. cocaïne, co co cocaïne, co co cocaïne. Oh ja, we zitten lekker op kook. Grap, jongens en meisjes. Nou, dit was Ik eigenlijk begin er gewoon echt nooit een aan. mislukt project. Want ja, we hebben hier bijna niks Begin er mee gedaan. nooit Maar aan, toch. jongens en meisjes. Begin nooit aan drugs. Daan, je hebt een skin gemaakt. Ja, jongens en meisjes, jullie zien hier nu een pijltje. Ja, jullie zien het eigenlijk al. Maar dit is een skin. En jullie vragen waarom is het een meisje? Omdat hij licht onder zijn onder zijn broek heeft. Nee. Dat is gewoon Jensen verlichting in het donker. Oh ja, hier is nog het FBI gebouwd. FBI-helikopterplatform, allemaal ingericht, zo te zien. Hè. Trouwens naar de bioscoop en het casino. Hier is de bioscoop. Laten we even zien. Kijk, hier een mooie zaal. Stoel 82, hoppakee. En daar ook nog een zaal, kijk. Zo, tada. Dan gaan we even naar de casino. We moeten even weer naar boven. Ja. En dan is hier de casino. Oh. Maar dat is, ja. Er staat nog één ding, moeten we nog een beetje inrichten. Dus ja, dit was het eigenlijk. Ja. Op terug naar de survival. Oké, jongens en meisjes, kijk hoe mooi de boerderij was. En het drugslab van Jens was ook al grappig Ja, maar gedaan. mijn villa, die is serieus op zich Ja, nog die is best ook goed mooi, gelukt. ja. Die is inderdaad mooi. En Dani komt dan weer daar tegenover met een kapot grote skin. Ja, veel te grote maat. Als je nou op mijn Ja. aflevering kijkt, dan weet je ongeveer hoe groot de maten zijn. En volgende week komt er een nieuwe skin online. Ik weet, ik heb heel veel skins in de reactie achtergelaten. Ja, je hebt duizenden. Dat is ook een beetje overdreven, maar heel veel wel. Ik denk, ik weet welke je gaat doen. Maar ik zeg het niet. Zo, kijk hoeveel zand wij al hebben. In ieder geval, als we glas hebben willen, dan hebben we glas. Ah, ik heb ook al best wel veel hout. Ja, mooi zo. Oké, laten we beginnen met ons mooie huisje. Puinsje. Burgensje. Waarvan ga je je huis maken? Met Aziatische. Nee. Acaciahout. Acaciahout. Godverdomme, heb ik eikenhout zitten hakken? Hoeveel eikenhout heb je? A64 Oh ja. van gewoon Dan eiken doen van we dat schot. wel. Dan doen we dat wel. Jongens, Minecraft, wat is het toch weer realistisch? Bam, bam, bam. Ja, echt. Dat is rare van Minecraft. Alles vliegt. Man.
Ho, wat ben ik toch een boef. Ho, wat ben ik toch een boef. Ik ga je een cadeautje geven en dan sla je me. Nou, hier alsjeblieft. Oké, laten we beginnen met het huis. Wacht, ik ga ondertussen even een glas maken. Dan moet dit eigenlijk ook wel zweven, wacht. Kut. Kom ik weer aan met Doe mijn normaal. motoriek? Wat? Kom ik weer aan met mijn geweldige motoriek? Nee. Hey, hoe is het? Hoe is het ermee? Oké, Jens, ik heb nog zand nodig, hè? Niet, dus niet alles opmaken. Ja, ik heb hier ook nog twee stacks. Oké. Maar ik ga even hout hakken, want ik heb hout nodig. Ik kan een kool maken. Hé, een appel. Hoe is het? Hoe is het ermee? Ja, jongens, meisje, ik plaats heel veel mis, maar hoe vaak je misplaatst, hoe beter het gaat, zeg ik. Geen idee of het klopt, maar ik vind het zo. Oké, moet ik nu naar binnen zo? Even kijken, zo. Nog een keer. Ja, nog eentje, zo. Ja, deze haken, 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 stampen met je voeten. Doe, 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 doe. Ik heb geen leven, weet ik. Oké. Even wat zand pakken. Dit ook even hakken, de deur weghalen, zand erin verplaatst komen. Dus ja. Oh, ik heb meer zand nodig, helaas. Pindakaas. Ha. Ik heb echt geen humor. Zo. Oh, Jens heeft het opgelost. Dankjewel, Jens. Alsjeblieft. Graag gedaan. Wat heb Daan, je? heb je monsters eigenlijk wel aanstaan? Ja. Ik was hem over je aan te zetten. Kan gebeuren. Hey Jens, zou ik één ding vertellen? Ons huis wordt mega groot. Moet gewoon zand bijkomen, zo groot wordt ons huis. Daan, Ja? daar ligt nog hout. Dankjewel. Alsjeblieft. Laat even kijken. Zo, ik ben even zand aan het branden voor het glas. Ja, is goed. Ja, god, dat wordt wel een groot huisje. Wat? Is toch gewoon mooi? Een Ja. rare vorm, gewoon een bananenvorm. Ja, ik wist geen vorm. Dan maken we hier zo de deur. Zo.
Zo, hier komt de mooie Bavianendeur. Bavianendeur, geen idee. Zoek een leven.nl. Oké, okay, even een deurtje maken. Hebben we ook nog andere deurtjes kunnen maken? Kijk, bij een echte mooie huis moet ook deze deur komen. Zo. Ik vind het helemaal geweldig. Geef nu een duimpje omhoog als jij het ook helemaal geweldig vindt. Of Jens, vertel eens een mooi verhaaltje. Moet ik een mooi verhaaltje vertellen? Ja, een sappige verhaaltje. Ah, god. Wat zo, moet ik dan wat een goede verhaal. Wat? Ja, ik weet niet wat ik moet vertellen. Vertel over... Ik ben niet zo sappig. Wat doe je nou? Er moet toch glas komen? Ja, maar anders kan ik toch die driehoek toch niet kunnen doen? Oh ja, tuurlijk. Dan moet dan hier glas. Hier moet glas. Ja, niet van die vierkanten, hè? Wel van die vierkanten, hè? Wat bedoel je vierkanten? Even wachten, gewoon nog niet. Ramen. Dit zo. Kijk. Zo. Deze moet weg. Hier moet dan weer hout. Kijk. Ja. Ja, kijk. En die hoeken doe je hout. Ja, even kijken. Even kijken. Hier gaan. Dus je bedoelt alle hoeken van dat. Oké. Waarom plaats ik heel vaak mis? Omdat ik in survival zit. Ik plaats te snel. Hier nog een paar hout. Zo. Nice. Zo jongens, meisjes, als we een beetje stil zijn, wij weten namelijk niks als we een verhaal om te vertellen. Dus laat een reactie achter over in verhaal wat we de volgende keer kunnen vertellen.
Het zijn een paar hoofdletters. Ik weet het niet zo uit mijn hoofd. Maar ja, link staat in de beschrijving. Dus abonneer zeker op hem. Ja. Hij heeft pas een paar abonnees omdat hij pas net is begonnen. Dus ja. Lekker. Dat was de shoutout voor deze aflevering. Oh god. Wie was dat? Papa. Oh. Hey, een cave. Nice. Hallo. En iron, maar ja, mijn pickaxe is kapot. En gold. Ik vind hier nou al meteen allemaal dingetjes, maar mijn pickaxe is kapot, dus ik kom even snel naar boven. Dat is niet zo slim. Nou, dat boeit niet, want ja, ik weet de weg toch. Denk ik. Waar ben ik naar beneden getiefd? Waar ben ik nou naar beneden gevallen? Ja, dat weet ik hier niet. Hier ergens nog. Zo. Huh? Oh, ik heb hier een fakkel geplaatst. Oh, hier. Hallo. Zo. Ik zag hier al allemaal goede spulletjes. Zo hebben we nog een paar raampjes nodig. Wat zou ik eten? Ja? Wat is joh? Een boterham. Boterham. Een boterham. Doe mij maar in de boterham. 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 Ik weet niet, ik ben bezig met de Minecraft Survival. Dat is de maat. Papa. Kijken. Bam! Tadalalala, alsjeblieft. Dank heb je nog hout over? Nee. Bam. Ik heb nog 7 hout. Mag ik dat alsjeblieft? Dank je. Even kijken. Heb je geen kool? Ik heb wel kool en hier stop ik nog. Oh, nice. Oké. Doei. Toedeloei. Oké, hier hout plaatsen of houtglas. Oké, ik pak even een appeltje voor de dorst. Ja, waar ben ik nou naar beneden? Die vier. Ja, hier. Oké, zo. En zo, zo, zo. Ja. Ik ga hout hakken. Ik ben een houthaker. Ik ga lekker hout hakken van de houthakker. Dan kan ik het dak afmaken. Zo. Hier een bloemetje. Zo, nog een bloemetje. Oh, die kan je echt plaatsen op een hoek. Dat wist ik niet. Daan, ik ben volgens mij echt de scheik, want... Wat kon je niet? Koorde je niet? Minuten niet. Ik hoor je echt niet. Ik heb nou al zes. Hou mij stil. Hoor je mij? Ja, tuurlijk. Je hoort mij ook. Ja, maar heel slecht.
Ik heb, wat zei jij net? Dat ik een Iron Sheik ben. Hoezo heb je weer geiron? Ja, superveel. Oh. Doei. Zo, oh. Hout hak hakken. Stamp met voeten. Zo. Wat? Nog meer iron? Nee, papa stuurt een filmpje. Wel. Van mijn mooie kommetje. Bommetje, boom. Als een plof. Wat, die was echt hoog. Wat? Dat, hè? Daan, mag ik ook een shout-out doen? In de volgende aflevering. Oké. Okay. Want anders wordt het veel te veel. 1 shout-out per aflevering. Als het dak af is, dan vind ik het al genoeg voor deze aflevering. Vind je niet, Hens? Zo! Daan, kunnen we mijn beeld zien? Nee. Oh, dan moet je eigenlijk even naar mij toe komen, want ik heb eens echt iets super vets gevonden. Oké, jongens en meisjes, dit is een soort van een cheat mode, maar... Ja. Godverdomme. Het is om iets moois te laten zien. Het is niet omdat ik al bijna dood ben of zo. Kijk. Het is om iets moois te laten zien. Hier kunnen wij teleporteren. En ja. Ik kan niet teleporteren. Nee, maar ik wel. Kijk. Oh, ik viel bijna hierin. Zo. Vet. En hoe kom ik hier nou uit? Nou, gewoon mij volgen, want ik weet de weg. Ja, mooi weg. Wacht, waar is de... Oh, daar moet ik heen. Pardon, ik was verkeerd gelopen. Ja, weer lava. Ja, dat is zo wat alleen maar lava. Verkeerd. Waar was ik ook al, waar moest ik ook al heen? Jongens en meisjes. Oh, hier. Hè? Ik ga even hier... iets anders doen. Dus even cheaten, maar dan kom ik tenminste uit. Doei dan. Zo, Jens zat heel diep. Oei, hier waren we. Hey, nog meer iron. Ik ga gewoon op zoek naar diamonds. Kijk, dit is zo van cheaten, jongens en meisjes, maar ja, ik kon niks anders. Want we wisten amper de weg, maar ja. Zo, deze even hakken. Hebben we nog steen? Survival zetten. Wat zeg je? Oh ja, wacht, ik zit niet in verkeerd. En doe even, ja, zo. Sorry, ik had de verkeerde knopje gepakt. Kun je verhoud? Dank je. Dank je. Zo, ik heb super veel hout. Beter kunnen we nu de dak af kunnen maken. Even zo doen. Even hier stikjes. Ja, hier ga ik geen diamonds vinden. Doei. Even kijken hoe hoog, hoe diep zit ik. Oh ja, dat op de min 18. Min 18, zit je bijna op diamond niveau. Ja. Beneden. Ik ga gewoon lekker even naar beneden. Gewoon een gang vinden die helemaal naar beneden gaat. Oké, doekie. Ik vind het helemaal geweldig. Zoals deze. Wat? Waarom zou ik het niet doen? Ik ga het gewoon doen. Fuck it. Oké. Pardon, risicovol. Pardon. Doe normaal. Azarfane!
Oké, jongens en meisjes, wij hebben even snel het dak afgemaakt. Dus ja, vergeet zeker dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en Dinan's kanaal. En dan zeg ik, en Jens, later! Oké, dan.